Weer in mijn mini. Ik ga boodschappen doen. En daar heb ik geen zin in, want daar heb ik echt een hekel aan momenteel. Maar die mini maakt het allemaal leuker. Nou ja, niet zo'n goeiemorgen. Het is dinsdag. Echt, wat een ochtend. Ik kom vanochtend beneden. Ik was uit bed naar de was gelopen. Sarah naar beneden. Dus ik had een wasopgang en een nieuwe was erin gedaan. En beneden een heel de keuken ontploft. Sarah die had zelf besloten met van alles in huis een soort cake mix te maken. Eén grote bende, die keuken. Echt. Zo leuk kinderen soms. Dus ik ben weet ik voor hoe lang bezig geweest om de keuken weer normaal te krijgen. De vaatwasser draait nu echt. Hoe dan? Dus ik ga nu heel even op de bank zitten, acclimatiseren. En even dit allemaal van me afzetten. En dan ga ik douchen en doen. Het is ondertussen ook al best wel laat. Want ik ben echt, echt lang bezig geweest met die zooi. Oh. Ik heb lekker noedels gemaakt als lunch. Weer in mijn mini. Ik ga boodschappen doen. En daar heb ik geen zin in, want daar heb ik echt een hekel aan momenteel. Maar die mini maakt het allemaal leuker. En ik denk dat ik morgen weer wel moet rijden voor mijn eigen auto. Maar goed, ik mag er nu nog even in rijden. Dat vind ik helemaal leuk. En hij rijdt echt lekker, moet ik zeggen. En ik vind het knopje ook zo leuk om te starten. Het is echt zo'n hendeltje. Ik heb zelf ook een startknop, maar dat is gewoon een knop. Dus ja. Oh, echt, wat een dag. Heel de dag niks zit. Nee, echt verschrikkelijk. Ze ligt net op bed. Ik ga thee zetten. En weer even een momentje bijkomen. En dan weet ik het nog niet. Ik had trouwens de vlog van gisteren, die probeerde ik te renderen. Maar elke keer sprong mijn computer op standby. Waarom, weet ik niet. Dus hij moest een uur renderen, iets meer. En na anderhalf uur was hij nog niet klaar. Was hij echt op 20% daardoor. Dus toen heb ik hem uitgezet, dus die moet ik ze ook nog renderen. En dan de vlog van gisteren editen. En daar heb ik echt geen zin in, maar dat heb ik nooit. En oh, morgen weer school. Dus ik moet wel even gelijk bakje en beker even klaarmaken en lunchtrommel klaarzetten. Anders vergeet ik dat morgenochtend, als die klaar staat, denk ik, oh ja, dat moet ik doen, morgenochtend. Oh, echt, het is gewoon... Ik heb gewoon een off day of zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb onverwachts Denise op bezoek. En die zat te kijken naar mijn plantje. Want die krijgt opeens bloemen na een jaar. Wow. Schijnbaar heb ik dat heel goed gedaan. Schijnbaar wel. Schijnbaar. Mijn orchidee doet het ook tegenwoordig bizar goed. Echt, dat is die daar. Blup. En ik weet niet hoe ik dat heb gedaan. Want normaal, ik hou ze in leven. Maar daar was alles mee gezegd. En deze blijft bloeien. Echt al een jaar. Achter elkaar. Hij heeft nog nooit zonder bloemen gestaan. Oh, zo knap. Ja, ik heb ook. Maar ik ben nu het ook goed. Ja. Dus dat ik een orchidee tootaar. Ja, maar jij bent sowieso wel van plant, tuinieren, dingen in meevouwen. Maar hè, je weet toch nog vorige keer dat ik een plantje had en in de voortuin wilde zetten? Mm-hmm. Ik denk dat jij hem er sneller in had dan dat ik had bedacht hoe ik dat moest gaan doen. Ja. Okay. Dus nee. Het is toch wel allemaal. Ja, ze doen het allemaal anders. Zelfs die ene dat je zei, die jou had geplukt. Ik zei, oh, die moet je plukken. Ja, zo doe jij dat. Dat is echt heel grappig. Maar die doet het nog steeds. Oh, nee, sure. Die is helemaal nu groot. Oh, echt? Ja, dat is echt nu zo'n plantje al. Oh, ik zal eens kijken dan. En je had hem echt tot zover boven de grond. Ja, ik heb hem helemaal geknakt. Ja, helemaal eraf gehaald. Ja. En hij is nu helemaal zo ook, groot. We moeten ook een vlinderstrijd. Die doet ze gewoon zoet. Nee, ze doen mij zo'n stemmetjes over en dan kom je volgend jaar kom weer en heb je zo'n bos staan. Ja, ik weet nog een keer bij Marcia in de tuin. Toen was je moeder mee en toen stonden al die potjes, half dode plantjes. En toen was je moeder ook vloep, 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 vloep. En nou, een paar weken later kwam ik, toen stonden de hele planten weer. Ja, ja, heb je zo. Dat je echt dacht van, huh? Dat is toch erger dan ik? Ik denk, jij plukt ze beter mee. Dan ik eigenlijk. En ik kom zover dat ik denk, oh, hij moet water en misschien... Moet hij een keer dan een potje en dan zeg ik, wil jij dat plantje in een nieuw potje doen? Ja, ik doe het ook altijd. We oude bloemetjes eruit halen, zodat ze weer harder gaan bloeien.
Ja, dat doe ik nu soms, maar dat heb ik van jou overgenomen al die jaren. Dat ik denk, oh, dode bloem, laat ik hem dus uittrekken of zo. Ja. Maar dat is mijn hele plantkennis. Ja. Ja, ik heb ook iemand die me onkruid uithaalt. Energie besparen. Ja, nee, dat wist ik. Die heb ik van jou geleerd. Die heb ik echt van jou geleerd. Fruit gemaakt voor Sarah en gelijk voor mezelf een lekkere fruitsalade. En ondertussen is het echt al laat en ga ik de vlog wel afsluiten. Volgens mij is het best wel een korte vlog geweest, maar het is wel echt een off-day geweest voor mij. Dus ik wil je nog wel even bedanken voor het kijken. Ik hoop dat de vlog morgen weer leuker is. Vergeet je vooral niet te abonneren hieronder en dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!